alle zekerheid een plekje stijgen, want die negende plek is niet genoeg als Almere of Den Bosch bijvoorbeeld de periode wint. Ze treffen hun nachtmerrie tegenstander Helmond Sport. Weet u nog, slotdag vorig seizoen 0-0, waardoor de Graafschap promotie misliep. Beide ploegen trouwens niet lekker in vorm. De eerste kans is voor de Graafschap, voor Negli. Nadat de bal breed gelegd werd door Giovanni Korte. De Graafschap haalde 4 punten in de laatste 5 wedstrijden. Helmond verloor de laatste 4. Hier een slippertje achterin. Dan is daar de kans voor Hendricks. Is er ook het doelpunt van Hendricks. Maar heeft grensrechter Franca Overtoom buitenspel geconstateerd. En dat lijkt inderdaad te kloppen. De laatste 2 duels werden allebei verloren door de Graafschap. Bij Volendam met 3-1 en thuis van Toppos. Dat was de laatste, dat was ook een hele pijnlijke. Dit is Opoku met een balletje breed. Dat is een goed balletje breed en daar is de goal van Korte. Maar weer gaat hij niet door. Vanwege vermeend buitenspel. Dit is iets closer. Van der Meer liep daar nog in het midden. En 2 afgekeurde doelpunten van de Graafschap in 10 minuten tijd. Maar dit is 1,5 minuut later. En deze telt wel. Van Jasper van Heertem. Zijn 6e van het seizoen. Prima vrije trap van Danny Verbeek. En in de verre hoek gekopt door van Heertem. Overigens won Helmond eerder dit seizoen. In Doetinchem met 1-0. Met recht een angstgegner van de Graafschap. Dat maar 1 van de laatste 10 wedstrijden wist te winnen. Negli legt een breed op Poku. Recht in de handen van Haverkotte. En Helmond Sport onder Sven Swinnen. Dus ook niet daverend. Vorig weekend 5-3 verloren bij Roda. Nadat het terugkwam van een 3-0 achterstand tot 3-3. Spectaculair is het wel. Maar ja, ze spelen ook eigenlijk nergens meer voor. Zijn vooral bezig met volgend seizoen. Al wat versterkingen gehaald. Hier de Graafschap met een goede actie en een goede goal ook van Bazar Onal. Die is 17, maakte zijn debuut tegen MVV een tijdje terug. Nu is hij ingevallen voor Verbeek. En nog geen 10 minuten later maakt hij zijn eerste profdoelpunt. En dat is een lekker moment voor de Graafschap, zo vlak voor rust. Die 2-0 voorsprong. Lelyveld, bal helemaal naar de andere kant, naar Korte. Veel ruimte, aardige voorzet van Korte. Niet heel lekker weggewerkt daar. En de schietkans is er. Voor de Graafschap. Voor Onal. Zal toch ook maar gewoon zijn 2e maken. Zover komt het vooralsnog niet. Maar de Graafschap is echt de heer en meester in deze wedstrijd. Van Helmond zien we bar weinig. Dit een schotje van Korte. Overigens zijn Kaandorp, Brittijn en Asjefai nog altijd afwezig bij de Graafschap. Bij Helmond is de lappenmand wat minder gevuld inmiddels. Opoku geeft mee. Negli, Negli, schitterende goal van Camille Negli. Ruim een uur gespeeld. En dit is dan toch wel de definitieve beslissing. Want van 3-0 terugkomen gaat Helmond toch geen 2e keer op rij lukken. Zeker niet als er nog 1/2 uur te spelen is slechts. Bal voorgegeven en daar is de volgende kans voor Korte. En dan gaat een 5e nederlaag op rij aankomen voor Helmond Sport. Rijdt. Eigenlijk het eerste moment van betekenis dat we zien van Helmond Sport. Van Keilegom, die daar een handig duwtje uitdeelt. Dan de voorzet en van Landschoot met buitenkant links. Om maar te laten zien dat ze wel een keer op doel geschoten hebben, Helmond. Slotfase. Haan. Inmiddels ook ingevallen. Voor Hendricks, Devin Haan. Alle tijd, de voorzet en daar is bijna de goal van Opoku. Lekker tegen die bal aangelopen. De ingaan van de blessuretijd. Negli. Maakt al een mooie goal. Deze is nog mooier van Camille Negli. Nog harder, nog strakker in de rechterbovenhoek. En een 4-0 zegen voor de Graafschap.
dat belangrijke punten pakt.